Hallo kijkers van NIEP TV, ik ben Mark en ik ben hier vandaag met Hearts of Iron 4. De vorige aflevering, ze hebben hier gebleven en ik heb eigenlijk al een opname hiervoor gedaan. Maar dat ging niet heel goed en die is ook al geüpload. Volgens mij 4 uurtjes geleden of zo. Behalve het wou allemaal niet echt, dus ik ga het even opnieuw proberen. En hopelijk dat het dit keer wel wat beter gaat. Maar we zijn dus weer. Again. En nou ja, we gaan dus weer gewoon overnieuw proberen. We gaan dus even deze kant op, denk ik dan. Nou, we gaan lijken even wat regelen. Maar ik weet ook niet precies waar het door het fout ging. Ik heb echt geen idee. Oké, even dit er wel een beetje regelen. En al parkeer. Template, ja prima, maakt toch niet uit. Ga even deze regelen. Maar dan ging, dat was echt vaag straks. Dus van, nope. Misschien de volgende keer beter dat ik even wat in de access ga, voordat ik dat allemaal doe. Oké, is weer wachten. Wachten. We moeten eerst weer richting de fascism gaan. Dan gaan we het wel zien. Het zou een keer knap lijken als Ethiopië van Italië wint. Misschien is dat wel leuk voor de volgende aflevering of zo. Dat ik gewoon Ethiopië ben en dat ik probeer Italië kapot te maken. Want volgens mij gaat Ethiopië het weer niet redden. Reperino's. Jeetje. Wat is dit voor bordercore? Gelijk weer verder met de volgende research. Oké, fascism, here we go. Lekker wacht. Tijd. Ik ga wel alvast eentje naar de tanks regelen. Hoppakee. Ik moet deze gelijk even veranderen.
Nou, het ziet eruit dat Spanje weer wint. Ethiopië gaat weer kapot, zoals gewoonlijk. Gaan ze ook even wat artillerie aan onze troepen toevoegen. Dat zou ook wel handig zijn. Hij is nu al gefixt. Nee, toch niet. Zo, gelijk met de volgende. Gaan ze dan eventjes naar Limited Conscription en dan gaan we dan even kijken wat we gaan doen. We kunnen natuurlijk ook eens deze doen. Pff, is dat een goed idee? Ja, tikt wel. Nou, goeie vattenlijn hier. Bulgarije heeft de oorlog verklaard aan Griekenland. Nou, ik wens je veel succes, Bulgarije. Ik ga je niet helpen. Kan zijn dat Bulgarije dat niet overleeft. Nu is het weer gelijk. Claim Slovakia. Gaan we vast even wat divisies hiervan regelen. Zo.
Laten we zo dan gelijk eventjes dan justify en dan gaan we daarna gelijk in de axis, want dat lijkt me nog wel even verstandig. Dan moeten we wachten. Goddammit. Dat is een beetje irritant. De Rijksbaan. Kijk, hoeveel heb ik nodig? Dat kan al, oké. Oké, dan gaan we nu even alvast legionen. Is het nodig? Nee, niet echt. Hongarije wint, dus dat is wel goed. Goed dat jullie alles, niet alle legers daarop hebben gezet. Oké, dan zetten we er toch nog 8 in. Laten we dat maar niet doen. Want ik kan gewoon zien dat hun strength nog niet heel hoog is. Misschien beter om even wat... gewoon normale divisies erin te kleuren. Gelijk beginnen de dingen zo in te kleuren. Even kijken hoeveel resources heb ik. Poeh, ik heb toch best wel wat. Ik ga dit keer ook gewoon Duitsland erbij halen hoor. Nu hebben ze nog minder divisies en alles in die Fort Lady. Lekker hoor. Nee, ik ga er niet in op. Hmm.
Zodat ik goed gebruik. Kijk, hoe lang nog? Wat de fuck? Hè? Wat is dit een bullshit? Mag ik dat dus helemaal opnieuw doen? Dat is bullshit. Nou, dan maak ik wel gewoon een hele fortlinie. Zo, maakt me allemaal niet uit. Ze zijn al bijna klaar met de hele vaklinie. Hebben ze snel gedaan. Gaan we op mijn tanks regelen. Hey. Kijk, waar ben jij mee bezig? Maar nu met Anschluss. Ja, flikker toch een end top dan. Waarom moet dat opeens? Waarom?
Zo. Ik kan natuurlijk ook wachten totdat Slovakia heel kapot is. Of ja, Tsjechoslowakije. En dan erin gaan. September, oké. Duurt lang. Oké, let's go. Waarom is het niet aan het helpen tegen Slowakije? What the fuck? Wat is dit voor bullshit? Dankjewel Duitsland, dat je ons niet helpt. Die zijn gewoon hopeloos joh. Echt hopeloos dit. Nou, Riperino's.
Ik vind het ook gewoon zo vaag, hè, dat Duitsland ons niet gaat helpen. Kom op, help gewoon. Idioot. Ik ga deze aflevering weer afsluiten. Ik ben echt helemaal klaar met Hearts of Iron 4. Ik denk niet dat ik dit meer ga doen, want het is nu al 2 keer zo. En ik heb ook al in offline, of gewoon tijdens mijn, ja, hoe noem ik dat? Dat ik gewoon voor mezelf gewoon even aan het kloten was. En dat ging ook helemaal niet goed. Dus ik heb het leuk vonden. Geef mij een fijn knal, dus ik vond het geweer. Later.